Hallo, wij staan hier buiten bij de Van Spijkstraat 129, bij de Kunstmarkt. Een nieuw kunstwinkel, onderdeel van de kunst. Super. Heel veel leuke, nieuwe kunst. Laten we naar binnen gaan. Wat voor manier verschilt de kunstmarkt van een gewone galerie? De kunstmarkt verschilt in zoverre van een gewone galerie dat je hier kunst uit het schap kan kopen. Dus het hangt hier allemaal niet zo strak als in een galerie en op afstand. En kunst kan hier gewoon aangeraakt worden. Mensen kunnen het bekijken, kunnen het beetpakken, kunnen het aanraken. Dat is een verschil. En ik denk dat de prijsopbouw wat dat betreft ook verschilt van een galerie. Je vindt hier originele kunst van 2 euro tot aan 5000 euro en alles wat daartussen zit. Je zegt uit de schappen, maar betekent dat er ook meerdere oplagen van de werken zijn? Dat kan. Soms is er werk wat in een oplage gemaakt is, maar er ligt ook heel veel uniek werk tussen. Het is ook niet alleen kunst, het is ook design. Er zijn ook heel veel jonge ontwerpers die werk aanleveren. En dan zijn het vaak series van werken die aangeleverd worden. Dus het kan zowel unieke, autonome, originele kunst zijn als werk wat in een kleine oplage wordt gemaakt. Maar het is geen massaproductie wat we verkopen in principe. En hoe is het idee ontstaan om dit op te zetten? Enerzijds dachten we van, nou ja, zou het niet leuk zijn als je een winkel zou beginnen waar je een alternatief biedt voor alle mensen die iets moois boven de bank willen bijvoorbeeld. En alleen maar bij IKEA bij wijze van spreken terechtkomen voor de reproductie. En het zou toch geweldig zijn als je een winkel hebt waar je originele kunst tegen diezelfde prijzen zou kunnen verkopen. Aan de andere kant ook. Weten we gewoon dat er zo verschrikkelijk veel kunstenaars zijn die juist naar een afzetplek zoeken, naar een plek waar ze zichzelf kunnen presenteren zoeken en niet bij een gewone galerie terecht kunnen, maar wel ontzettend goed zijn. En die mensen willen wij ook heel graag een platform geven. Dus vanuit die gedachte eigenlijk allemaal is de Kunstsuperkunstmarkt ontstaan. Dit is een nieuwe locatie, maar in beperktere vorm bestond de kunstmarkt, die bestond al eventjes. Kan je daar iets over uitleggen hoe dat is gegaan? Ja. We zijn in 2005 aan de Grote Visserijstraat begonnen met de kunstmarkt daar in een kleine versie. Ons eerste idee ook van de hele kunstsuper was één ruimte waar alles in zou zitten. Waar een galerie in zou zitten, waar het projectbureau in zou zitten, waar de kunstmarkt in zou zitten. We kwamen er langzaam maar zeker achter dat het niet werkte. Ten eerste was de ruimte aan de Grote Visserijstraat waar we de winkel hadden te klein. En ten tweede merkte je gewoon dat met de exposities dat het toch ging wringen. Vanuit die gedachte zijn we dus op een gegeven moment met Woonstad in gesprek geraakt. En toen is eigenlijk deze ruimte op een gegeven moment voor de dag gekomen. En toen zijn we eigenlijk hier begonnen zeg maar, met de winkel. En hoe vaak zijn jullie open? Wij zijn open van donderdag tot en met zaterdag van 9 tot 5. En voorlopig blijft dat even zo. En we gaan gewoon kijken hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal loopt. En ja, we hopen wel in de toekomst meer open te gaan. En de organisatie hiervan, doe je dat alleen of zitten daar ook andere mensen achter? Daar zitten ook andere mensen achter. Ike Trinks en Lucien Cheng, die nu druk bezig zijn achter de kassa, die zijn hier eigenlijk donderdag tot en met zaterdag aanwezig. En die zijn echt voor de winkel. En Leo, Frank en ik zijn eigenlijk vooral de grote organisatie erachter. Ik nog steeds voor de communicatie. We hebben een prachtige campagne bedacht met allemaal verpakkingen van supermarktproducten waar we kunstenaars aan gekoppeld hebben. Leo is vooral van de organisatorische kant en Frank dus natuurlijk ook voor het netwerk van de kunstenaars. Dankjewel, René.
Is er iets voor u bij? Dat moet ik nog bekijken. Want dat is juist het leuke van een supermarkt. Dat je het graag wil bekijken voordat je het koopt. En alles kan pakken. Heel leuk dat het heel democratisch is. Dat het laagdrempelig is. En dat je hier op een aardige manier kan komen. Nou, ik heb zelf iets geplaatst. Wat? Een blokkendoosje en een puzzeltje. Ja, ik was hier vorige week ook al even omdat ik geflyerd had. Maar ik vond eigenlijk die uit elkaar gerukte speelgoeddinosauriërs wel heel gaaf. Zit er iets voor u bij, meneer? Ik weet het niet. Ik kom net binnen. Eerste indruk? Veel. Dus is het kiezen heel lastig. Mag ik u misschien iets vragen, mevrouw? Liever niet. Oh jee, wegrennen. Helaas. Zit er iets voor u bij? Nou, ik ben nog maar net binnen, dus... Eerste indruk? Ja, heel goed. Ja? Ja? Hoe komt u hier terecht? Waarom bent u hier? Ik doe de boekhouding van de kunstsuper. Prettig gevoel? Ja, jawel. Heel een mooi initiatief. Fantastisch, ik ondersteun het van harte. Ja. Dank u zeer.